Jannik, wat gebeurde er in set 2 eigenlijk? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde wat in set 1 ook gebeurt. We hebben een beetje moeite om in uitwedstrijden, als het, ja, dat is niet lullig bedoeld, maar ja, teams die wat lager spelen, om ons eigen niveau te halen. En ja, dat maken we het ons gewoon altijd zo moeilijk, door gewoon een beetje achteruit te leunen. En dan wachten op hun, ja, en op een gegeven moment gaan zij natuurlijk komen. In set 1 doen ze het net niet. Maar ja, in set 2 doen ze het, ja, dan doen ze het wel en dan krijg je het vanzelf moeilijk. Ja, dan moeten we gaan vechten en ja, gelukkig zijn we daar wel goed in. Dus ik ben blij dat we met 3-1 afgesloten hebben. Ja, ja, we moeten wel beseffen dat zulke teams een groot gedeelte van de wedstrijd ook gewoon prima kunnen spelen. En ja, als wij op 70-80% spelen, dan werkt dat niet. Want dit zijn wedstrijden die iedereen verwacht van, ja, ze winnen ze wel. Is ook te zien aan mediabelangstelling en dergelijke. Maar jullie zijn nu vandaag van start gegaan voor een, ja, voor een zesluik, hè? Een zware maand voor jullie. Ja, het wordt een hele zware maand, ja. Nou goed, dat iedereen ervan uitgaat dat wij die wedstrijden winnen, dat is op zich ook normaal. Gelukkig winnen we hem ook met 3-1, alleen we kunnen het onszelf wel even iets makkelijker maken. Ja, het wordt een mooie maand nu. Ik weet niet uit mijn hoofd ons programma, maar er staan mooie wedstrijden aan te komen. En sowieso ook heel belangrijk. In de Champions League sowieso. Maar ook februari wordt mooi. Het gaat nu in één keer door. Tot aan de play-offs en dan hopelijk de finale van de play-offs. Gaat in één keer door, dus dat wordt leuk.